leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vorige week heb je misschien de video wel gezien dat ik in de TK Maxx heb geshopt in Arnhem. En deze week laat ik zien wat ik eigenlijk allemaal heb geshopt bij de TK Maxx in Arnhem. Mocht je die vorige video nog niet hebben gezien, zal ik die even in de beschrijving linken. Hij is super leuk en er was zoveel. Ik ben echt helemaal blij. Ik keek vooral dus nog voor de herfst en Halloween spulletjes. Ik vind dat gewoon leuk om te doen. En ik ben dus goed geslaagd. Dus eigenlijk alles wat ik heb gehad is herfstgebonden. Dus ben je benieuwd wat ik bij de TK Maxx vorige week heb gehad? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Er komen veel herfst- en Halloween content aan. Helemaal zin in. Laat ik beginnen met het allereerste item van de TK Maxx dus. Ik pak gewoon het bovenste. Drie keer raden wat ik heb gehaald. Ja, oh mijn god. Hallo, dit is toch geweldig. Ben je zo blij mee? Kijk hoe groot die ook is. Ik heb dus deze mok gehad. En dit is van het merk... Oh god. Cobwebs en Cauldrons. Hoe prachtig is deze mok. Heel erg leuk met die pumpkins, dat bruine. Het is ook echt van het aardse. Dus ja, dit is gewoon geweldig. Ik vind dit zo leuk. Heel veel herfst en Halloween mokken zijn altijd best wel heftig. En deze vind ik gewoon... En neutraal, maar toch met een tikje Halloween en herfst. Dus hou ik van. Ik ben er weg van. De binnenkant is helemaal bruin. Dit is echt een hele grote mok. Kijk maar naar mijn hoofd. Hier kan ik heel veel thee uit drinken en chocomelk met slagroom. Nu al zin in, al die herfsttheetjes. Dit is dus het merk en hoe leuk. Je kan hier dus ook ja, voor opschrijven voor wie het is. En dan kun je het echt leuk als een cadeautje geven. Deze was 6 euro, dus helemaal blij mee. Zoals jullie weten, ik heb een mokkenverslaving. Misschien is het wel leuk om een keer gewoon mijn mokkenstash te laten zien. Geen idee of jullie daarop zitten te wachten. Laat mij even weten in de comments. Maar ik heb in ieder geval heel veel mokken. Allemaal seizoensgebonden, want elk seizoen vind ik het leuk om uit een bepaalde mok te drinken. Deze mok, 6 euro, leuk. Het volgende item wat ik bij de TK Maxx heb gehaald, is eigenlijk al iets kerstgerelateerd. Ik zag het en ik kon het niet laten. Ik heb namelijk gingerbread geurstokjes gehaald. En ook elk seizoen doe ik weer geurstokjes of leg ik geurstokjes in mijn kamer. Ik vind het gewoon echt heerlijk. En nu zag ik dus deze gingerbread. En ja, heerlijk. Echt zo lekker. Hij was 6 euro en normaal zijn adviesprijs 17 euro. Ja, 17 euro. Dus nou, 6 euro geurstokjes, gingerbread. Helemaal blij. Dan het volgende item. En hier was ik echt gelijk verliefd op. Eerst dacht ik, wat is dit eigenlijk? Hoe mooi is dit? Echt allemaal witte kommetjes. En dan zitten dus allemaal slablaadjes en eikels op. Het is van het merk The Bakehouse Christmas Shop. En ik ben hier weg van. Ik zal het even openmaken. Oké, er zitten dus 4 van deze witte bakjes in. Ideaal gewoon voor een toetje of whatever. Overnight oats. Ik vind ze echt heel erg mooi. En zoals je kan zien hebben ze dus zo'n opdruk. En dat zijn allemaal herfstblaadjes en eikels. Ja, het is echt prachtig. Dus dan heb je gewoon een set van 4. Ik ben hier weg van. Ze kunnen gewoon in de vaatwasser. Ik vind dit echt heel erg leuk. En een perfect formaatje. En deze was 9 euro. Dus dan heb je er gewoon 4 voor 9. Neutraal herfst. Heerlijk. Volgende item. Weer 3 keer raden wat. Is weer een mok. Maar ik vond deze ook echt heel erg mooi. Een Halloween mok. Toch nog een beetje met dat nude bruine kleurtje. Wat vleermuizen en dan ja dat aardewerk. Dus hij is ook niet zeg maar perfect. Snap je wat ik bedoel dan? Ja, ik vind het heel mooi. En er zitten dus van die zwarte spikkels ook op. Ik weet niet of dat een beetje te zien is. Ja, dat zie je wel. Ik vind deze echt heel erg leuk ook voor Halloween. En deze is 5,99 euro. En nou mag ik geen herfstmokken meer halen. Het volgende item, dat heb ik al bij de uitzet gelegd boven. Dus die ligt al ergens tussen de dozen. Maar dat is dit. En dit is zo'n, ja, hoe noem je dat? Zo'n bordje waar je bijvoorbeeld je spatel op legt als je aan het koken bent. En ik heb er al één voor de zomer, maar dus nu ook één voor de herfst. En ik vond deze zo schattig met het uiltje en die paddenstoel. Ja, echt helemaal leuk. Dus die komt ook van TK Maxx. Weer het volgende item. En hier ben ik echt heel erg blij mee. En dat zijn 2 van deze kommetjes. Ik vind deze echt heel erg mooi. Ze zijn 6,99 euro per stuk. Maar dit zijn ze. Het is dus gewoon wit met een beetje nude bruin qua opdruk. En die opdrukjes zijn dus herfstblaadjes, eikeltjes, pompoenen.
Ja, ik ben hier weg van. Zo leuk. En daar heb ik er dus twee van. Ik vind het echt leuk. Ik kan hier van alles in doen, maar... Ja, dit is echt helemaal mijn kleur, helemaal mijn stijl. Kon ik niet laten, maar ik moet nu echt kappen met... Sofie's kopen. En dan kom ik alweer aan bij het allerlaatste item van het Tiki Max. Wat ik dus dit keer heb geshopt. En dat is dit. Deze geurstokjes. De Pumpkin Cinnamon. Ook voor de herfst heb ik dus geurstokjes. En ik vind deze echt heel erg lekker ruiken. Ik heb hem al opengemaakt toen ging ik ruiken. Maar zo ziet hij eruit. En alleen de verpakking is toch wel prachtig. En ook leuk om cadeau te geven. Dus deze, de Pumpkin Cinnamon. Echt zo'n kaneelgeurtje. Heerlijk. En deze kost €6,99. Dus ja, dit hoort helemaal bij de herfst. Dus dat is eigenlijk wat ik bij de Tiki Max heb geshopt. Ik ben er helemaal blij mee. Zoals je kan zien, geen kaarsen gekocht. Maar ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk ook niet meer doe. Omdat ik nu mijn eigen kaarsen maak. Ook herfstkaarsen. En ook een pumpkin pecan waffle kaars. Die is zo lekker. Dus ik zou even een foto willen doen. Die maak ik dus helemaal zelf. Dus ja, en die zijn gewoon natuurlijk paraffinevrij gemaakt van sojawax. Dus... Helemaal 100% natuurlijk. En die geur is niet normaal. Dus eigenlijk koop ik bijna geen kaarsen meer. Omdat ik gewoon mijn eigen kaarsen maak. En dat vind ik heel erg leuk. Dus check dat zeker even. Dat heb ik in de beschrijving gelinkt. En dat kun je gewoon shoppen via Instagram account. Coseason.nl. Dat is dus mijn eigen kaarsen webshop. Nou ja, nog geen webshop. Maar kaarsen Instagram bedrijfje. Helemaal leuk. Kleine promo. Dat was dit dus de video en dit heb ik geshopt bij de Tiki Max. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik jullie gauw weer bij een nieuwe video. Doei doei, bedankt voor het kijken.